Goedemorgen allemaal, dit is dag 2 van de Denemarken special. We hebben lekker ontbeten, was zeker echt weer lekker. En nou, zoals je ziet, Anouk doet vandaag ook mee. En... Roffel. Ja, Marvin, die is er ook weer. Ik ben er, ja, eindelijk. Dat was even rijden. Ja, en we hebben dadelijk een concertje in het ziekenhuis. En daarna hebben we lekker vrije tijd. Dus dan zien we jullie dadelijk weer. Wat moet ik nou zeggen? Hoi. Nou, wij hebben dus 2 keer gespeeld bij het ziekenhuis. Nu krijgen we een lekkere sandwich. En daarna zijn we de hele middag vrij. Nou, we hebben net 2 concertjes gehad hier bij het ziekenhuis. We krijgen nu lekker een sandwich. En daarna zijn we de middagje vrij. Ik denk dat ik nog maar even ga bijslapen. Want ik heb heel weinig geslapen. Ook zeker in de bus. Vanavond gaan we een tap toe draaien. En ik zie jullie snel. Hoi, we staan nu op de lift van de bus. Dirk die is hem aan het besturen. En daar is mijn plekje. Hartstikke leuk. Kijk, we staan nu op de lift. Lachen. Het is zwaar. Het is te zwaar. Het is te zwaar. Het is te zwaar. Haha, lachen hoor met jullie. Lachen met jullie. Ha, lachen met Dirk hoor. Ha, doei. Zo. Ja, sorry jongens. De vlog is een beetje mislukt. Zo, draait je om? Ja, oké. Top. Nou, goedemiddag is het trouwens. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik maak er van alles tegelijk van. Wij zijn lekker in Denemarken. Het zonnetje schijnt. Even niet. Nu dadelijk wel weer. Hij is net weg. Ja, hij is net weg. Jammer. Anders had het lichtpad beter geweest. Maar hier doen ze dus ringsteken. Ja. Ringsteken, populaire sport. Is ook een Paralympische sport. En een Olympische sport. Paralympische sport. Ja. Je hebt namelijk ook paarden met 3 benen. Ja. En in een rolstoel. En paard in een rolstoel. Ja. Er zit een paard in de rolstoel. Dus, nou ja, veel kijk- en luisterplezier naar de paarden. Ja. Is dat alleen een geurfunctie bij zich? Jammer, ja. Nou, want het inderdaad ruikt hier naar paard. Ik denk als je hier zeg maar een sigaretje aan zou steken, dan ontploft die hele teko hier. Ik denk dat dat niet lekker gaat, zeg maar. Ja, aan het filmen, Mau. Ja. Ik wil graag de groetjes doen aan onze mensen die thuis zijn. Onze Bram Kool, Erik van Zanten en natuurlijk onze afwezigen.
Mona. Ja. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk hebben en dat jullie ook meekrijgen van hier. Daar moet ik bij zeggen, op het moment van opnemen weten we nog niet of we een internetverbinding hebben. Dus we gaan op naar het hotel. Of ja, hotel. School. School. Wat het ook is. Wat het ook is. We gaan naar omkleedlocatie en slaaplocatie. Pakken we de laptop er even bij, monteren en hopen we te kunnen uploaden. Maar dat is nog de vraag. Pray for us. Nu zijn we op het tapterrein en hebben we de galavoorstelling vanavond met de kroonprins van Denemarken. Jawel. Zien jullie de camera trillen trouwens? Maar maakt niet uit. Ga verder. Ik heb niets meer te vertellen. Mau, heb jij nog wat te vertellen? Nee, we gaan er weer een spektakel van maken, denk ik. We gaan er weer een spektakel van maken. Kijk, we zijn dus aan het vloggen en ongeveer iedereen die lacht ons uit. Ja. En dat maar is niet heel erg leuk. Daar hebben we dikke skiet aan. Dikke skiet! 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 Dus blijf gewoon zo. Ja. En Lars denkt dat hij gefilmd wordt. En dat is dikke skiet! Dus, we zien jullie later. Ach, met de stormmanager! Probeer ik de hele tijd boven de plaats. Zo! Steven Sterk, jong. 3, 2, 1 en. Hey, ik ben boven, nu we gaan lopen. Ja, dan moet je met een heel trappen. Kom, we doen dat één keer, dan moet het niet te lukken. Oh, we moeten met één hand vasthouden. Nee, maar ik bepaal wanneer we lopen, niet van. Nou, komt hier, Steven, komt hier. Ik weet dat je het nou niet hebt. Zo, maar we moeten een beetje hard praten, want ze zijn bezig. Ja, laatste korps. Jullie hebben ons net gehoord dat we ons klaar moeten maken voor de show. Dat hebben we gedaan, Soulmates. En daar hadden we eigenlijk weinig tijd om te vloggen. We hebben gelijk breakout erachteraan gedaan, dus die is nu ook klaar. Dus we zijn aardig van dat. Nu finale, omkleden. Naar de bus en een drankje doen, denk ik. En dan zit de dag er weer op. Ja. Marit wil ook graag op de cam. Hi. Dankjewel voor het lenen van de telefoon, Marit. Tot zometeen, wij gaan nog even finale doen. Yo. Nou, zoals jullie zien, was het voor ons vandaag een erg lange dag. Maar we hebben het allemaal gelukkig wel weer overleefd. En hun ook hoor, dat wel natuurlijk. Wauw. Ja. Wat vond jij er nou eigenlijk van, hier zo in Denemarken? Tot nu toe vind ik het erg leuk en gezellig. Goed verzorgd. En de tap toe, ja, een beetje lang. Lang wachten, finale, 7 nummers. Dus ja. Dat is wel. Zullen we die vlog gewoon afsluiten, drankje doen en gaan slapen? Lijkt mij een goed plan. We beginnen op links. Bye. Ciao. Later. Bye.